Spijt voor de van de duur dan? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Ja. De hondjes gaan ook mee vandaag. Jazeker. Jazeker zeg. Oh, nee, ik denk, misschien stop je de honden in de paardenwagen voor de naam. Ik kom niet weg zonder dat zij meegaan. Oh. Lesje, ik heb er nog niet. Lens, wil jij nog aaien? Ja, inderdaad. Als je die kocht, moet je erover rekenen. Ja, helemaal niet. Dat neem je vast. Spuit naar de vero's. Nee, dat zijn er vier. Twee. Kom, nog koekjes. Ja, ik zit op de boot. En Vea, je moet deze kant op kijken. Allebei vertrekken richting Brandbergen en een heel verdeelde route. Muntens, kilometer ertussen. Graag. Kijk eens, hondjes mee. Nu komen ze allemaal. Ja, nu Prinsen is niet opgenomen. Wat een mooie hoesje. Dames en heren, nogmaals hartelijk welkom. Graag verzoek aan de bezoekers. Graag van het zandpad af. Want de stoet komt straks
door TCV van EP Bak, dan gaan ze linksaf. Dus graag naar de andere kant van de zandbouw. Voor de bezoekers, voor de gasten. Alleen het vierspan moet nog komen, maar ik geef het woord aan de secretaresse van het promotieteam Harderberg. Allemaal, ik ben Roelie Brink en ik ben secretaris van de stad Harderberg-promotie. Ik neem waar voor onze voorzitter, want die is helaas afwezig. En namens het bestuur van de stad Harderberg-promotie aan mij de eer om u allemaal heel hartelijk welkom te heten. Of je nu inwoner, liefhebber of deelnemer bent van deze fantastische authentieke rijtuigendag. De authentieke rijtuigendag is een van de hoogtepunten in het jaarprogramma van de stad Harderberg-promotie. Jaarlijks organiseren en coördineren wij zo'n 75 evenementen en daar is de authentieke rijtuigendag er één van. Maar wel één die bij ons heel hoog in het vaandel staat. Respect en bewondering hebben wij voor de club mensen die onder de zeer deskundige leiding van voorzitter Henk Beniers het ook dit jaar weer voor elkaar heeft gekregen zo'n 28 authentieke rijtuigen te laten deelnemen aan deze dag. Wij weten als geen ander wat er allemaal geregeld moet worden. Want het gaat nog steeds niet allemaal vanzelf. Denk aan de vergunning, het huren van dit terrein, geluidsinstallatie, verkeersregelaars, dranghek, uitnodiging, het zoeken van sponsoren, de route vaststellen, pauzeplaats, soep en broodje, vrijwilligers benaderen, enzovoort, enzovoort. Graag een applaus voor dit bestuur. Petje af voor jullie allemaal. Deze week werd ik benaderd door het bestuur van Program Gramsbergen. De route gaat dit jaar door het centrum van Gramsbergen en ze willen graag een stop bij het verzorgingshuis Welgelegen. En dat is ons gelukt. De vergunning is aangepast zodat ook de bewoners daar van de rijtuigendag kunnen genieten. Ik wil u graag uitnodigen voor het DVD dat op de Zuid-Hammerdienst zal plaatsen in het park en zal worden afgenomen door de burgemeester van Harderberg. Een verzoek aan alle rijders om zoveel mogelijk toch ruimte tussen de aanspanningen te houden, opdat het voor iedereen een prettige manier zal zijn om de rit te kunnen en te mogen rijden. U als publiek, met name houd vooral uw eventueel kinderen of honden goed onder controle. Het paard is en blijft een levende haven en vandaar ook dat we dus liever geen ongelukken willen hebben, liever gezegd helemaal niet. Dames en heren, het grote aantal rijtuigen is gedacht aan het feit dat we heel veel mensen bereid vinden ieder jaar om hier naar een mooi georganiseerde rit in Harderberg te komen. En met name vanwege het feit dat we een mooi natuurgebied hebben, mooie routes. En natuurlijk wil ik u van harte uitnodigen vanmiddag bij het DVD in Harderberg zelf. Ik zou ook veel kijkers plezier. Daar bij het DVD zal ik op de tijd van heel veel rijtuigen de nodige anekdotes en zo mogelijk verhalen erbij te gaan vertellen. Nogmaals veel kijkplezier en daarnaast wens ik de rijders behouden vaart en ook genieten van elkaar met elkaar van alle mooie materialen die hier vandaag aanwezig waren. We gaan vertrekken denk ik, meneer de voorzitter. En dan gaan we kijken wat er en moois van ons vooruit zal zien. Op de prestaties. Maar zeker zo belangrijk zijn de karakterologische eigenschappen. Want zou een paard niet geschikt zijn om in de dekdienst terecht te komen, dan zou hij helaas zijn rijbewijs moeten inleveren en vervolgens als het ruim de wereld door moeten. Belangrijk is dat paarden karakter hebben, zodat die locomotief enigszins kunnen veranderen. Dat is niet te doen. Een dienstrijtuig die werd normaliter niet door meneer of mevrouw zelf gereden. Het was dan financieel in dusdanig goede doen dat men er personeel op nahield. En een prachtig spanvliezen, bespannen voor de. Dan komt Roel Hoekman, het hoofdrijden op rijden. Roel Hoekman heeft vandaag weer een ander rijtuig, want het is natuurlijk zo dat de meeste rijtuigbezitters er niet één, niet twee, maar soms wel meer hebben. En we zien ook bij aanspanning nummer 1 dat daar de faal wordt meegedragen.
En ik heb het gevoel dat we gaan beginnen aan de ochtendrit. En dan gaan we van start. Dames en heren, geniet u van al het moois. Er is vandaag ook een publieksjury die zowel een prijs zal bekendmaken voor wat betreft de leden van de harp als de overige leden. Dus ook daarin wordt voorzien. Aanspanning nummer 1, gereden door de familie Reefman. Zoals ik al zei, het vaandel wordt meegevoerd. Dan aanspanning van de rijden en lopen op haver, hooi en water. En natuurlijk milieuvriendelijke hobby kunnen we voorstellen. Dus aanspanning nummer 1, gereden door de familie Reefman. Dan zien we aanspanning nummer 2, Marco Maathuis. Die tevens penningmeester is van de S-rit. U bent volgende week zondag van harte welkom in Tubbergen om te kijken naar een soortgelijke rit. En Marco Maathuis is een van de mede-organisatoren. Hij komt met zijn familie uit Langeveen. Aanspanning nummer 3, mevrouw Oude Avenhuis, we mogen Annemiek zeggen. En ondanks het feit dat ze een beetje geblesseerd is met de rug, doet ze gewoon mee. Dat zijn nog eens de diehards. En we zijn bijzonder blij dat ze hier vandaag ook weer met haar mooie zomerse aanspanning, let ook vooral op de kleurstelling van het totaal, hier aanwezig is. Dankbaar, maar heel veel werk. Ik begrijp dat ze dagen aan het toetsen zijn. Voordat ze vanavond weer rustig kunnen in bed, is de boel gewoon in de paarden goed verzorgd. Uiteraard aanspanning nummer 4, even kijken naar aanspanning nummer 15, familie Hotshof uit Lettelen. Ze rijden, zoals ik net al zei, met een nieuw gebouwd rijtuig, helemaal naar de vormen en de modellen van vervlogen tijden. Dan de familie Siersema uit Kerkenveld, ook altijd van de partij en altijd blij kijkend, en dat doet ons deugd. Dan de man die altijd met prachtige vriezen in de weer is. Dames en heren, hij rijdt met 1, 2, 3, 4. Het maakt allemaal niet uit. Maar de vriezen van de familie Klein Luchtenbel, ik weet niet of ze in dit geval ook zo is, want ik heb het niet dat ze een combinatie ervan gemaakt hebben. Een prachtige Landau, kijk u vooral naar aanspraak nummer 7. De onderkant van de Landau, die loopt een beetje bondvormig. Vandaar ook dat het een schuitlandau genoemd mag worden. Dan gaan we over naar de volgende aanspanning. Ook weer een prachtige vries. De Friese paarden die zijn in dit geval worden gereden door de eigenaar die zit achterin, moet ik zeggen, de familie Prenger. En ze rijden met de jachtwagen met een mooie hengst watten op mee. De vader is vierd, dat zal zeker de paardenmensen wat zeggen. Daarachter een schitterende haflinger van de familie van den Burg. Ze komen uit Enschede, lid van de Twentse Rijtuig en Arbeidsvereniging de Koetsenkeels. U begrijpt dat ook de leden van zusterverenigingen graag bij de buurt komen rijden. Dan de familie die al meerdere keren Nederlands kampioen zijn geworden. Ze hebben vandaag een prachtige Engelse wagonet meegebracht. En ze heten de familie Milkamp uit Wierden. En hebben thuis een schitterende collectie. En ook dit rijtuig is door Arie zelf gerestaureerd, dames en heren. Dan daarachter Roel Hoekman uit Markelo. Rijdt naar met een landraadswagen. En gezellig dat ze dus een zomersgezelschap hier kunnen rijden. De kap kan naar beneden, de zon schijnt, dus wat let ons op de rijtuig mooi opengeklapt te hebben. Het is ook een verschil tussen een koets en een rijtuig. Heel vaak wordt een rijtuig een uitgescholden, zou ik graag zeggen, door een koets. Maar de rijtuigen zijn open en een koets is gesloten, dan weet je het ook weer. Dan zien we de familie Maathuis uit Weertselo. Met een prachtig span. Haflingers hebben thuis een schitterende stal. En daarnaast rijden ze met een heel mooie Franse Twitton. En u ziet ook daarin meneer en mevrouw kunnen eventueel onder de kap zitten en de knecht, als het regent, zit toch wel in de regen. Feodale tijden bij rijtuigen, u begrijpt het. Dan gaan we naar mevrouw Gouden Kert, aanspanning nummer 13. Ze komt helemaal uit Borstenswaag met een damesrijtuig. U ziet die beide dames, die genieten ervan, breed uitlachend. De menssport is een lachende sport en Lydia, ik hoop dat je nog geniet samen. En leuk dat je nu dit jaar uitkomt met een span. We hebben op Facebook kunnen volgen hoe het allemaal is verlopen. Maar ze is er vandaag weer bij. Geniet. Dan de familie Ten Brinke uit Haarlem met een prachtige Hermansafdouw. De firma Hermans was in verloren tijd de hofleverancier aan de Koninklijke Stallen. En ook daar zijn van deze firma heel veel rijtuigen afkomstig. De familie Ten Brinke handelt graag in Friese paarden, dus mocht u nog wat zoeken, ze zijn bereid om u te voor te staan. Dan de familie van de Sluis, vader en zoon op de bok. Ze komen uit Hengevelde met een prachtige barouche. En het gaat maar door alsof ze zijn weggelopen uit het geschiedenisboekje, dames en heren. De vervlogen tijden komen hier weer tot leven. En dan gaan we kijken naar de familie Jans. Ze komen uit Rees, als ik het goed heb. Met een prachtige jachtwagen. Deze jachtwagens zijn gewoon van de type en de S-houtsoort.
ja, en dan een aanspanning waar ons hart wel een beetje van open gaat. De familie Jans uitracen met een originele kreetwagen. En ik kan u verzekeren, het is een prachtig gezicht om te rijden. Er zit geen viering onder. Ja, dan krijg je aan het van de dag de melk wel een beetje zuur. Maar ze genieten. En wij kijken met een blij gezicht. Jan de familie de Vries uit Sint-Buren. Met een prins Albert. En let ook vooral op die prachtige kreet, dames en heren. Ja, de Groningen broer die geen boek was, reed met zo'n rijtuig. En die vooral op de gouden oorijzers die de dame draagt. Dan de familie Heren, ze komen uit Toornwet. Hebben thuis ook een prachtige verzameling. En hebben vandaag in plaats van de Spider een mooie Vuitton meegebracht. En de Vuitton is eigenlijk afkomstig uit de Griekse mythologie. Parathon was de zoon van de Griekse zoon van Helios. Nu zijn we de zonnewagen geweest. Dan hebben we die prachtige landouw van de familie Lied. Wederom het Goudman niet op. De prachtige wagen van de familie Koerman. Ze komen uit, even kijken, uit Nieuw-Leuven. En dan hebben we even een kleine filevorming, denk ik. Ja, ik denk niet dat het via radio te horen zal zijn, maar ook dat kan gebeuren bij paarden. Dames en heren, op twee paarden bij elkaar te vinden is natuurlijk een moeilijkheidsfactor, want ze moeten op elkaar lijken. Ze moeten dezelfde kleur hebben, dezelfde stokmaat. Maar wat toch wel een heel bijzonder paard is vandaag, wat hiermee loopt, is deze mooie bonte met een prachtige naam James Bond. Ik begrijp de woordspeling in deze, maar die is niet alleen zo'n wagen, maar is ook een paukenpaard. Maakt deel uit van de kinderen, is gewoon de prinsjesdag. Dus ik begrijp dat een paard op veel doelwijnen ingezet kunnen worden. Dan gaan we weer genieten van een mooie boerenwagen. De heren zijn vaak aanwezig bij ritten als deze. Ze lachen altijd, wat er ook gebeurt, het regent, de zon schijnt, maar ze zijn erbij met die mooie boerenwagen. Ik denk dat dat de familie boerenwagen is. Ja. Dan gaan we weer verder met de volgende wagen. Deze wagen is dus een nieuw gebouw, dames en heren, stalen wielen. En als ik kijk dat er moderne stukken gaan, dan heb ik zelf voor aan het verschijnt ben om eventueel wat bij te kunnen doen als we voor de stoplicht staan. Ja, en dan een man die niet voor een kleintje gevaard is, Henk Scholten, dames en heren. Er rijdt niet met 1, niet met 2, niet met 3, maar met 4 paarden. En dan wat voor paarden? Die kijken blij de wereld in. Dat doet Henk zelf ook. En daarnaast is het prachtig landhouder. En ik weet wat sturen is, want het zijn echte duivels. Die op de concoursveld geen gek figuurtje zouden slaan. Dan gaan we verder met de volgende aanspanning. Op weer een heel brave, grote aanspanning. Met. En dan gaan we kijken naar de mooie zelfsparen. Ook weer van de Duitse makerij, dames en heren. De Duitse paarden zijn bekend vanwege het behang. En over behang heb ik het dan van de kapper het paard. Veel... Alweer.
Hallo. We proberen ieder jaar richting het KNMI een dossier gade te sturen. Maar in dit geval is ook weer de organisatie het gelukt mooi weer naar Hardenberg te hebben en te houden. Maar in het dialect zegt men al zo mooi, het holt hem zo mooi van de stroot. Dames en heren, in de tijd dat we met paarden weer begonnen, en dat is met name in de eind jaren 60, begonnen er weer zich een aantal liefhebbers te verenigen. En die zeiden, we moeten toch hier en daar weer eens een rijtuig tevoorschijn toveren om het weer op de weg te brengen. In de jonge tijd, toen ik begon met mennen, dan was het heel vaak zo van, ja, je mag het rijtuig wel lenen, maar je mag hem niet terugbrengen. Met die zin van, dan zijn we er mooi van verschoond, dan hebben we de plaats voor de trekker. En ik begrijp dat inmiddels niet alleen rijtuigen uit Nederland die hier vroeg hebben gelopen, ook ver over de grens hier naartoe zijn gehaald door liefhebbers van het authentiek materiaal. En dan zal ik omtrent de diverse aanspanning wat bijzonders gaan vertellen. Maar u heeft al heel veel van Jeff meegekregen voor vanavond. De stoet geopend met het vaandel, gereden door de heer Reefman. Ze rijden met een Zwitserse wagonet. En als u het heeft over veel geld, ja, wat kost dan zo'n rijtuig? Nou, deze dames en heren heeft een hele grote doos met gemak gekost. Dus u begrijpt dat er hele andere prijzen misschien in uw hoofd rondrollen dan daadwerkelijk het geval is. Hardenbergs aangespannen recreatiepaard, een prachtige Haflinger aangespannen. En u ziet, we hebben al een behoorlijke rit gemaakt, maar het paard is nog zo fris als het hoedje. En we hebben hier vooral op de oortjes naar achteren, oortjes naar voren en hebben we ook de oren van de paarden natuurlijk. Dan Marco Maathuis met een prachtige Victoria. Een Victoria als een dienstrijtuig. Waar de familie dus beroep deed op het personeel. En Marco met zijn kameraad zou gaan zeggen, de familie is mee, rijden hier al een hele deftige. De Victoria was vroeger het rijtuig van koningin Victoria. Die had ze cadeau gekregen van haar zoon. Die had hem gekocht in Frankrijk, heette het op Lyon. Maar het werd in Engeland dusdanig populair dat het de naam Victoria heeft gekregen. Dan gaan we weer naar een heel ander type aanspanning. Het is natuurlijk een mooie aanspanning waar de kleurstemming heel goed op elkaar is afgesteld. Annemieke Aldana van Huisje komt uit Overhexel, ligt hier bij Dierden. Dan kijk je dus eigenhandig gerestaureerd. En ook, ik heb het echt gehad over de kruis, kijk je naar de achterkant van het rijtuig. Er zit zelfs een achterlantaartje. Want als je samen met je vrienden wat later op pad bent, moet je natuurlijk wel veel zien zijn van licht. Dan de familie Hondsvast uit Letteren. Ze rijden eveneens met een Victoria en je ziet het ook hier.
met name aan het rijtuig wat in vervolgens tijdens de bal op de kamers. Een lage instap, wat een gewoon enkele dames met 150 jaar geleden op losse schoenbal en vervoeren. Als je zegt dat de televisie aanzet, dan denken ze wel wat anders over. Dan op aanspanning nummer 6, de Felicierschema uit Kerkenveld rijden met het wagonnet. Deze wagen is een dubbel gezet. Op een gegeven moment had men de eerste rijtuig van de zogeheten witte dubbel met Kallenschoek. Maar om dus het lawaai met tegen te gaan, werden de wielen voorzien van de rubber. In Parijs was het zelfs verplicht dat via de plaatselijke politieverordening rijtuigen op de rubber een bel moesten hebben om zo de voetgangers te waarschuwen. Dan zien we Jan Klein Luchtenbelt, dames en heren, met zijn prachtige landouwer. En het is zo dat deze landouwer heet een schuitlandouwer. Kijkt u vooral naar de onderkant van de kast met een schuitzwaaier die vervolgens nog eentje mogen rijden. Maar het is een schuitlandouwer, zoals men in Frankrijk zegt, van een baton, het schuitmodel. Een prachtig stel vriezen. Jan heeft al een hele mooie vriezen bij zich, mooi donkerslag. En daar hebben we er nog één van. Dames en heren, deze vriezen heeft heel mooi behangen. Lange manen en dikke staal en veel haren en benen is in het vakje natuurlijk het behang. En een mooie rijtuig gereden door de heer Brenger. De regenaar zit achterin van het rijtuig. En deze is de vader, althans de Fries. Vader is 409 en de hengst die is compleet. Is Wouter B. Dat weet u helemaal wat we hebben gezien. Dan Willem van der Rug uit Enschede samen met zijn echtgenoot. Beide hier ook weer met een mooi bank rijtuig. Willem is al sinds jaren in het dagelijk van de Tretse rijtuig en uitstekend in de koetsjesheers. En niet alleen in koetsjesheers voor 1, maar voor 2, maar zelfs voor 4 paren. Het feit dat ze nog heel jong zijn, hebben gedacht van onze kleindochter, die moet ook maar eens aan het rennen. En vindt u dat geen plaatje, dames en heren? En kijk er eens bij kijken. Onder de mond van wie jeugd heeft de toekomst. Ze rijdt met een prachtige Engelse wagonnet, dames en heren, eigenhandig gerestaureerd. En wat dacht u van al die kleine briesjes die allemaal er met de hand zijn opgetrokken? Dan hoef je s'avonds van tevoren niet een feestje te hebben, want dan komt er niets van terecht. Maar leuk dat de kleindochter hier vandaag van de familie Wilkamp eigenhandig de lijstjes van vast hebben. We hebben een prachtige fokstal met Havlenders thuis, de Pollard. En Jan vandaag aan de lijstjes, maar ook Ria, die kan er wat van. Volgende week zullen we ongetwijfeld ook zien in Tubbergen. Maar ze rijden met een Griton. Eigenlijk moet ik zeggen, Paterton. Paterton was de zoon van de Griekse zoon van Helios. Die er zijn, die er zo'n wagen heeft. En dan gaan we allemaal heel snel naar een volgende mooie aanspanning. Lydia Goudenkerk uit Hoenigsgeslaag. Kijk naar de zwaaier en de spannetje kapot. En heerlijk dat de hondjes op mijn ogen. Het is zo dat paardenliefhebbers zo het algemeen doen. Liefhebbers zijn van honden. En wat leuk om die combinatie geweldig te spiegelen. Dan gaan we naar een bijzondere aanspanning. Ook weer hier de mooie landouwer voor de familie Ten Brink uit Haarlem. En dan kan ik u gelijk uitleggen, dames en heren, dat de ereplaats rechts achterin is. Op de bok zitten Jan en Henk Ten Brink, beide broers. Maar de moeder is er gelukkig bij, rechts achterin de rijtuig. En ze zijn gezeten in een hele mooie Hermanslandouwer. De firma Hermans was voor 100 jaar geleden een firma in Den Haag. Er was dan tegelijkertijd ook hofleverancier. Als je kijkt op de tonnenstallen in Den Haag, dan zie je dan ook dat daar veel rijtuigen staan van deze fabriek. Een geliefd rijtuig, ook zeker voor de collectioneurs, want ook de namen zijn natuurlijk net zo belangrijk als bij de automobielen. Als je spreekt van een goggeltje of over een Rolls Royce, dan weet ik nog het verschil wel. Dat het een familiesport is, dat zien we ook hier in deze bij de familie van der Sluis. Vader en zoon op de bok, een prachtig stel Friese paarden en een heel mooi rijtuig, het zogeheten Barouche. Ook hier weer prachtig gerestaureerd, helemaal naar de eisen van die tijd. Een beetje calvinistisch, dus in die zin donker. Zeker de rijtuigen die vroeger in Nederland liepen onder invloed van ons calvinisme waren wat donker. En toen men de rijtuigen kocht in Frankrijk en in Engeland was het allemaal wat frivoler van kleur. Dan gaan we naar aanspanning aan de 16e familie. Jans uit Rezen rijden uit een jachtwagen. Met name de Duitse jachtwagens zijn opgetrokken uit Essen en Ypenhoutzooi. En door ze bijzonder sterk zijn. Ja, en dan toch wel een heel charmant plaatje. Jans uit Rezen met een kleedwagen. Een kalmbroed, helemaal in de stijl. De jeugdvereniging in kleding. Ik heb er bijzonder veel waardering voor dat ze deze met die aanspanningen willen rijden. En dan Roepenvies uit het Sittenburg met een Prins Albert. Een rijtuig helemaal een grote plaat, in de spanning met een grote plaat, waardoor we de beschermde ierzonde valt. En Roel die rijdt hier helemaal uitgewonsterd, zoals de grote vloer de woorden hier vroeger uitweek. De dame met een gouden oorijzer, prachtige mussel. En Roel groet ons allemaal, de familie Heren. Ze komen uit Toorn, zijn vanmorgen op bijzonder verschillen staan. En ik hoor de hartelijke toestemming
de tweede dat hij plezier aan heeft. Maar vooral met de parasol om de zon buiten boord te houden en de avond door de voeten in ruimte te zijn. Dan ook weer de Chinese aanspanning. De familie De Witse komen uit Nunspeet met een glaslandouw. De kap gelukkig naar beneden. En kijk eens hoe blij deze meneer is dat hij met die twee charmante dames achterin mag zitten. Ja, ik zou ook blij zijn. Laat ik wel zijn. Ja, en dan had ik personeel aan te sturen. En wat er allemaal onderweg gebeurt. Ach. Dan twee paarden bij elkaar zoeken, dat is natuurlijk een vak. Want je hebt er één en dan moet je er één bij hebben die dezelfde kleur heeft, dezelfde aftekeningen. Maar het is hier dus ook weer gelukt. Je ziet een paar mooie, gareelbetuigde paarden. De koetsier blij kijkend. Hij ziet kennis in de zaal, ook dat mag de aanspanning 41 van de familie Boeren Hardenberg en rijden met een jachtwagen. En kijk eens, die paarden hebben absoluut nog niet aan geleden. En dat een heel bijzondere. Dames en heren, de aanspanning van de familie Wijkert. Ze komen uit Vinkenbroek, dat is bij Ollen. Dit paard is een honden en heeft dan ook de mooie naam James Bond. En daarbij is het zo dat dit paard niet alleen aangespannen wordt gereden, maar is ook een pokerpaard. Bij de ere is Kotter op de derde dinsdag van september. En je hoort het al dat er hier zeer bijzondere paarden meelopen. Aanspanning met een 24. Ja, we kunnen heel veel vertellen, maar we gaan gewoon door. Het is een familie Raammaker uit België. Ze rijden met een nieuw ontworpen rijtuig, dus je ziet voor en achter remschijven, waardoor het dus in het verkeer wat makkelijker afremmen is. Maar ja, ik heb vroeger geleerd, je hebt een paar te remmen, maar voorwaarts te sturen, maar de veiligheid staat dubbel boven alles. Ja, en een man die in staat is om door de nauwste steegjes ook van Amsterdam te rijden, dames en heren, is Henk Scholten. Vier paarden en kijk, ze is reizend in de voorhand. En Henk die lacht, die heeft er 20, dames en heren. En ik ga nog een beetje kijken, hij kan zelfs wennen en dan lacht hij gezicht. En met één hand, dan dacht ik, geef een applaus mee, de paarden worden er nog mooier van. Dames en heren, is dat mooi of niet? Ieder paardenhart zal daar nog snel gaan kloppen. Zoek maar eens vier zwarte paarden met een bles en vier witte benen bij elkaar. Die rijdt er een nieuwe Mercedes op stuk, maar het is het gelukt. Dan gaan we weer verder met de volgende aanspanning. Ook in een blij gezicht en kijk eens hoe mooi deze aanspanning nummer 26 van de Kruiphof uit Kampen. 26 van Zanten uit Lozen aan ons voorbij trekken. Met een wachtelet die met name geschikt is om familiebezoek mee af te leggen. En natuurlijk ook heerlijke dingen zoals vandaag. En let hier ook eens op deze vis. Zonder overtrekker, zonder draad. En in dit geval is het dus een hoge graad van afgelegd. De familie kan met Jalles en de wijkingen in de jachtwagen. Je ziet de linkerkant lekker naar beneden, want de hoek is het goed gezet geweest. En dan krijgen we denk ik de hekkensluiter van vandaag. Tom Kruiphof rijdt met altijd vurige paarden. Hij ziet er niet tegenop om hele lange afstanden binnen te maken. Zo'n 50, 60 kilometer op een dag. En ziet u de paarden lopen hier alsof ze nog maar net zijn aangespannen. En Tom te genieten van. En volgens mij Herman ook. Herman, je hebt een mooie hoek. Mijn complimenten. Passend bij hem rijdt dan, dames en heren. Want smaak is natuurlijk ook nog wel. Rook in de uren, rook in de hoek. En dan ook weer zo'n mooie aanspanning. De meeste zijn in brand gestoken, maar deze is ook gered. Gelukkig zou ik maar zeggen. En wat zijn we blij dat hij hier aanwezig is. Aanspanning nummer 23 en de wagen uit 1900. En daarmee is het klein gezegd. We zijn er door. Jammer genoeg. Ik wil dank mogen voor de volgende zondag. Te wel van 2:30. Beste mensen, bedankt voor de aandacht. Blijf gezond. Dan gaan we met u door.